zijn ze aan het doen? Wat gaan ze toch met onze IJssel doen? Wat zou het aan de hand zijn? Wat doen ze? Wat doen ze? What are you doing with the IJssel? Wat gaan ze doen met de IJssel? Wat gaan ze met de IJssel doen? Wat doen ze met de IJssel? Ja, wat gaan ze dan met de IJssel doen? Gaan ze hem dempen of zo? Zeg Wim, wat ik nou hoor, ze zeggen dat we de IJssel gaan dempen. Ach, nou, dat is een grap, denk ik, of niet? Nee, het wordt echt gezegd. Misschien dat we de mensen iets kunnen vertellen over wat we nou echt aan het doen zijn. Prima. Nou Mirjam, de IJssel die blijft gewoon liggen en die blijft ook stromen waar die nu stroomt. Maar wat we vooral gaan doen, we gaan grote nevengeulen graven. En die nevengeulen, die moeten ervoor zorgen dat het water versneld wordt afgevoerd. En door die nevengeulen zorgen we er ook voor dat de hoogwaterstanden op de IJssel dat die naar beneden gaan. En deze maatregelen of deze ingrepen die moeten ervoor zorgen dat we in Deventer onze voeten ook droog houden. Misschien kun je je nog herinneren van 93 en 98, ja. Toen bijna de hele worp geëvacueerd moest worden. Ja. En nou, dat willen we eigenlijk gewoon in de toekomst willen dat voorkomen. In totaal gaat het om 10 kilometer lengte en moeten we bij de Bolwerksplas of voor het worpfront moeten we een verlaging realiseren van 18 centimeter. Dat lijkt heel weinig, maar het gaat om gigantische hoeveelheden water. En dan, als je dan verder richting het noorden gaat, dan kom je bij de Keizer- en Stobberwaarde en de Henkvorderwaarde en daar moeten we een verlaging realiseren van 8 centimeter. Nou, en dat is een hele hoop graafwerk. En dat graafwerk dat moet klaar zijn voor 2015. En dan hebben we voor de stad hebben we een prachtig nieuw gebied gecreëerd. Waar de mensen gewoon kunnen blijven recreëren. Waar ze kunnen wandelen. Maar waar het een stuk veiliger is om te wandelen. De werkzaamheden bij Deventer vinden plaats onder leiding van de waterschappen Groot-Salland en Veluwe. In opdracht van Rijkswaterstaat. Onlangs heeft de programmadirectie Ruimte voor de Rivier een bezoek gebracht aan de projectgroep in Deventer. En heb ik de heer Edi Brouwer even kunnen spreken. Ruimte voor de Rivier, dat bestaat uit 39 maatregelen. En het is de bedoeling dat de programmadirectie de regie daarop voert. Probeert de ervaringen te verbinden tussen die maatregelen. Er zijn geregeld inspraakavonden zijn daar. En er komen ideeën van, ja, ga je door het park heen. Waar ik inmiddels naar benieuwd ben, is weten de mensen in Deventer dit eigenlijk al? En wat vinden ze ervan? We waren eerst bang dat de nevengeul hier dwars door het park zou gaan en dat vonden we ontzettend jammer. Dus we hebben erop ingezet dat er uiteindelijk een variant is ontwikkeld waarbij de geul voor het IJsselhotel langs gaat. Prachtig werk, waterwerken. Leuk om te horen dat u denkt het wordt er mooier van. Ja, zeker weten. Ja. Als je dat allemaal ziet. Ja. Ja, veel hè? Ja, absoluut. Ja. Van mij mogen ze. Al voor het hoge water? Ja. Ja. Nee. Ik vind nieuwe natuur vind ik ook wel mooi. Ja? Ja. Ja, vind ik erg leuk om te zien wat er dan gebeurt met sowieso de hele landschapsbegroeiing. En dat verandert toch best wel, want we laten normaal de hond uit daar in die uiterwaarde. Ja. En dat wordt natuurlijk straks wel wat moeilijker. Ja. Je moet dan vanaf het hotel, dan moet je daarin lopen en dan je dezelfde weg weer terug. Ja, ik woon daar aan die kant, dus voor mij is het mooi.